snoren. Jongens, Eemstil, Emma krijgt weer. Emma, en weg is Emma al. Wat Emma nog gewaarschuwd, maakt niet zoveel lawaai. Ik zei het nog net. Ik heb het niet. Jongens, maar alleen maar met Rapala af. Gebruiken jullie ook wel die nieuwe West-impluk? Wat gebeurt er dan? Nee, ik hou vast van Rapala. Niet Wouter. Wie was schuifmaat piraat ook alweer? Wouter! Dit is weer volle bot, we hebben je nodig. Kijk, Wouter, word een bakker. Wouter, oh. Waarom geef je de stekker van mijn echo eruit? Wouter, die handdoek om haar... om haar kont valt nu ook af, Wouter. Wakker worden. Kijk, zie, hij reageert wel weer. Nee, maar ik ga je geen reclame maken. Ik spreek jullie binnenkort nog wel in de stad. Ik heb ook nog iets op YouTube. Dat is helemaal voor jullie, voor de vissers. Missie, dat komt nou weer op. Hij is zelf een mooie moeikennen, gast. Hé, laat die jongen voor jou. Nee. Moet kunnen. Nee, maar lekker, man. En gewoon alleen elektromotortje of benzinemotortje. Je hebt al diverse benzinemotortje. De vibrator, toch? 3-4 kilometertjes per uur, neem ik aan. Ja, zoiets. Ja, lekker, man. Daar houden we van. En vangen jullie dan ook wat? Of, Zeggen, ik ben 2 weken geleden ben ik met het eerste weekend met mooi weer ben ik geweest. En ik ben nog steeds aan het vervellen op allebei mijn armen. Ja, ik neem de zon in. Misschien moet ik dat dan ook maar een keer gaan proberen. Ik vaar altijd met een kilometertje of 45 met lekker aan trollen. Maar dat is niks. Dat is echt niks. Nee, maar Kevin, jij vist op zee meer, min. Ja, maar dan moet je een schip nemen, geen hengel, dan werkt het wel. Maar ik kan wel echt een kut aan, je moet gewoon chillen met de zon. Goed verhaal, lekker kort, doen we niks mee. Je moet gewoon zitten in de zon, man. Ah, Dennis, ik moet wel zeggen, 14 dagen geleden bij het eerste weekend, om 11:15 s'nachts, mijn eerste snoekje. 96 centimeter. Wie speelt dat af? Ik schrok in de pleuris. Lekker, man. Ja, knock knock in de stream, daar word je echt serieus, daar word je niet grappig van. Dat was zo Ik heb het geluid uitstaan, maar ik hoor niks. Ja, ik hoor het ook. Ik hoor hem hier zo en daarna daar. Maar het Wout, die gaat wel. Ja, hoorde dit. Wout, die gaat wel. Dat is ja, Mitch, jij gaat Mark ook vissen. Ja, maat, ik kan niet goed vissen, gast. Nee, maar jij ook niet. Laat ik ook van mij gaan vissen, gast. Ja, jij kan niet goed vissen, hoor. Jij houdt lekker bij jezelf. Kut, Ik heb echt spullen liggen. Ik ben nu hier. Ik ben hier jouw ellende. Maar ik kan ook voor de gezelligheid even wachten. Jullie doen alleen roofvissen of ook vissen dan? Wouter, je bril moet op je neus, niet onder je kin. Zwitsers liggen niet in het water, hè, Roy? Wat zei je, Pat? Wouter, doe dat ding nou op je neus. Wouter, die bril was duur. Met bril zie je al. Laat nou niet vallen, joh. Wat zei je, Pat, voor de vierde keer? Ik zei, Zwitsers zitten niet in het water. Dus die gaan ook mee, de vist ook. Nee, de vist ook. Ik maak geen grap. Nee, hey. Maar jullie vissen alleen in. Je weet maar nooit wat er gebeurt als je met Roy gaat vissen. Voor het weet komt hij aan met Zwitserland en dan komt kommer in zijn hand. Dan weet je waar hij vandaag op wordt. Jongens, ik heb het al eerder gezegd, net als driehoekje, meedoen is belangrijker dan winnen. Hé, hey, Mitch, kun je ook playback? Playbacken. Kun je playbacken? Pogitot, ja. Ik ga ook op spelen. Maar jullie vissen alleen in Nederland of ook wel ga je ook eens naar Denemarken of zo? Ja, Hongarije vis ik graag. Of een toe, een keer, weet je wel. Maar... Ja, goed verhaal, lekker kort, doen we niks mee. Nou ja, mijn PB staat op dit moment op 2,34 meter. En dat was een slang. Dat was een meerval. Ja, lekker, man. En dat was in Spanje op de Ebro. Nou ja, maar ja, ook in Nederland tegenwoordig, hè? Ja. Ik zag toevallig vandaag nog een filmpje van Daniel Weijers of zo. Ja, hij zou zeker in zo'n paddelboot met van de flippers. Nee. Vanaf de kant. In de Maas schijnt heel veel. In de Maas heel veel. Maar dat filmpje van Daniel Weijers, die vangt ze gewoon door in de sloot. Gewoon dus in de sloot. Te klauwen. Ja. Nee, wel gewoon de engel. Maar gewoon op zich. Gewoon gezien. Ja, lekker, man. Ja, wij gaan Inge, doe even je poes uit beeld, Inge. Inge, het is 18 plus, maar dit gaat ook te ver, hoor. Dit is niet je OnlyFans, hè, Inge, dat je met je poesje uit beeld doet. Wouter, dit is zeker 10 subs waard. Inge, poes in beeld.
Oh, maar hij kent Milo wel. Nog beter dan OnlyFans. Dit is niet OnlyFans. In ieder geval, nu ga ik het zeggen. Nee, oké. Okay. Jij bent nog de beste contentmaker van ons allemaal op OnlyFans. Dat snap ik. Nee, maar wij gaan nog wel teennagels voor jou, jongens. Zo knap krijgt niemand ze. Zo knap. Oh, ik ga hier rijden over mijn nek. Ja, maar Roy is ook de enige die met zijn tape of met zijn teennagels een dopinda kan dop. Ja. Ja, dat kan die ook met wat anders. Die heeft hij handtang gemaakt. Ja, lekker man. Inge, even een serieuze vraag. Nee, want we zijn die bullshit van die rassen. Ja, nou, vertel. Graag. Je hebt die fotoshoot gedaan. Ja. Als soort Lara Croft. Ja. Wat voor een wapen had je in je hand? BB-gun. En wat er? Volgens mij een BB-gun. Ja, welk type? Weet ik echt niet. Moet ik vragen aan die fotograaf. Weet ik echt niet. Maakt het uit? Ja, want ik ben heel erg benieuwd. Ik kan wel eens vragen aan hem. Nee, volgens mij is het een Walter, Kevin. Een P2020 van Apex. Kunik Bugs 9000. Ach jezus, Kees zit weer te flexen hoor. Waar zie je Kees? Oh, niet op stream. Nee, ik laat hem niet zien. Nee. Ik kan zeggen. Blijf lekker, Aurelius. FBI, open up. Dan zeg ik aan mijn broek al uit hoor, wat wil je zien? Nee, want ik heb hier zo'n Smith & Wesson. Een airsoft wapen uiteraard. Nee. Heb je vergunning? Volgens mij is het een P9, Kevin. Ik heb een vergunning, ja. Oké, dan moet P90. Nee, ik heb hier ook nog een M16 liggen. Ja, die ja. Die heb ik in mijn broekzak. Maar waar dat ding is, heb ik geen idee. Dat kan dus ook in je broek op, Kevin. Niet heel charmant, dit. Lekker licht doorlatend slipje heb je aan ook. Goeie dagschotel. Ik dacht, als ik dan een bruine streep of was ik dan? Ja, inderdaad, ja. Ik kan jullie heel erg... Ik heb me gedoucht. Nou, wees blij dat hij vanmorgen geen tang aangeslokt. Nee. Ik heb voordat de stream begon, heb ik gedoucht. Speciaal voor de stream. Ik heb het echt warm gehad vandaag. En toen dacht ik van, weet je wat? Zal ik ook gewoon een schone onderbroek aan doen? Want ik had hem al 3 dagen aan. Lekker, joh. Had je hem al 3 dagen aan? Ja. Met dit weer? Dat kan. Ja, maar dat kan. Je kan hem binnen smeten. Dan denk je, kaas. En jullie zijn toch gemotst? Er staat een wachtrij voor controleverzoek. Ik weet niet wat de fuck het is, maar misschien moet je even wat aan doen. Wat? Controleverzoek? Nee, is niks. Ah, is niks. Wat is er aan de hand? Dat is het slimste zeggen. Ja, anders hadden we wel gereageerd. Ik heb zin om vriendinnen gaan slapen. Wouter, laat zien, Wouter. Die M16. Huh? Wat? Huh? Nee, Aurelius, dat is Wouter niet. En Kevin gaat hem niet laten zien. Niet doen, Kevin, hoor. Nee, doe ik niet. Nee, sowieso niet op stream. Heel goed. Doe maar op je YouTube. Alhoewel. Goed, Aurelius, DM je wel. Alhoewel. Wouter had een M16 in zijn broek, zei hij. Ja. Ik zou het mogen laten zien. Want ik ben hem gewoon aan het schoonmaken. Maar niet voor Inga stream. Dat staat niet in de terms and conditions. Nee, niet doen. Ik doe niks. Wat gebeurt er? Kijk, weet je wat het is? Kijk, je mag het wel een video overmaken, maar je mag het niet live laten zien. Oh, laat maar aan, Kevin. Jij hebt, je bent ingeschreven bij de vereniging puur omdat je de wapens in huis kunt hebben. Nee,